Nog even en dan is het Koningsdag en dan is het hier in het park super druk. Maar wanneer is het eigenlijk Koningsdag? Wat ga jij doen die dag? En weet je waarom heel de stad oranje is? Op Koningsdag vieren we de verjaardag van onze koning. Maar hoe heet onze koning eigenlijk? En ken jij het volkslied van Nederland? Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Mijn vaderland getrouwen, sterf ik tot in den dood. Een prinsen van Oranje heb ik altijd vereerd. De koning van Hispanje iets en dan verveerd. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Mijn vaderland getrouwen heb ik altijd geëerd. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Wilhelmus van Nassau, ben ik... Dat was het. Wilhelmus van Nassau. Ik denk dat dit genoeg is. Weet jij wanneer het Koningsdag is? 27 april. Ongeveer volgende week, vrijdag. Nee. Nee. Op 27 april? Dit jaar is het op 27 april. Maar toen koningin Wilhelmina nog was, was het op 30 april. Ja, dat weet ik. 27 april, denk ik. Woensdag 27 april. Ja, 27 april. 27 april. Weet je hoe onze koning heet? Willem-Alexander. 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 Koning Willem-Alexander. Willem van Willem-Alexander. Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Koning Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander. Wat doe je die dag? Naar een festival of iets met mijn familie. Nou, ik ga bij een kraampje en dan ga ik vooral mensen met rood, wit, blauw en dan oranje. En ik doe zo'n beetje in de koningsoutfit en zo. En dan ga ik zo dat voor 50 cent doen. Op school sporten een beetje en leuke dingen doen. Nou, ik ga altijd... als het Koningsdag is, dan ga ik altijd dingen verkopen en zo. Dan hier in het park dingen verkopen. Ik ga 's morgens altijd naar het Valkenberg. Eventjes kijken of er leuke dingen zijn voor de kinderen of voor de kleinkinderen. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om iedereen zo mooi uitgedost te zien. Ik ga als eerste in de ochtend ga ik naar het speeltuintje bij ons. En dan ga ik denk ik op een kleedje zitten om dingen te verkopen. En in de middag ga ik hier naar het park om dingetjes te kijken. Toevallig ga ik dit jaar, ben ik eigenlijk helemaal niet in Nederland, ga ik naar België. Dat is een beetje lullig misschien voor de koning, hè? Maar ja, ik ben er wel, hè? Uitrusten, want 26 april ga ik Koningsnacht vieren. Dus dan moet ik op Koningsdag moet ik eerst bijkomen. Ik denk dat ik moet werken. Ik ga naar 538 Koningsdag. Weet jij waarom het op Koningsdag iedereen in het oranje is? Omdat dat de lievelingskleur is van Beatrix. Omdat de koning van Oranje houdt en omdat Nederland een beetje oranje is. Omdat de koning van die kleur houdt, oranje. Omdat de familie van koning Willem-Alexander, dat is familie van Oranje-Nassau. En ik denk dat ze dat ooit hebben bedacht, dat dan oranje de kleur was voor het koningshuis. Omdat het Willem van Oranje was en oranje, en dat zo is die kleur ontstaan in de Koningsdag. Omdat het zal waarschijnlijk te maken hebben met Oranje-Nassau. Dat heeft met de geschiedenis te maken, dat het met de oranjes te maken heeft. En om die kleur te eren, dat heeft ook weer te maken dat wij, even kijken, moet ik het goed zeggen, protestant zijn vanuit oudsher. Dus daar heeft mee te maken. Omdat ons koningshuis, dat zijn de oranjes van Oranje-Nassau. Dus de kleur van het koningshuis is oranje. Oranje is de kleur van Nederland. Omdat het de kleur van Nederland is. Zijn jullie al klaar voor Koningsdag? Wij wel hoor. En opa, gefeliciteerd. En koning Willem-Alexander, u ook. Doei!